Wat hebben heksen, het kasteel, de Kalkense meren en lekkere wijn met elkaar gemeen? Het zijn de ingrediënten voor deze nieuwe opstap. En geloof me vrij, het wordt een zeer boeiende cocktail met genoeg peper en zout. Dus wij kunnen er vandaag een dikke patat op geven. Welkom bij Opstap. Andy, ik ken het kasteel van Wissekerke in Kruibeke, ik ken het kasteel van Horst, ik ken het kasteel van Beersel. Vele kastelen in Vlaanderen, maar van jullie kasteel in Laarne, daar had ik nog niet van gehoord. Wat is het verhaal? Eigenlijk een waterslot, eigenlijk ook een beetje gekoppeld aan het Gravensteen. Schitterend waterslot dat nog in zijn originele staat er staat. Maar er is ook heel wat bijgebouwd. Denk 17e eeuw, baron van Vilsteren vond het niet genoeg. En hij zei, ik wil nog een beetje uitbreiden, Belgische mentaliteit, we bouwen nog een beetje bij. En is naar voren gekomen eigenlijk, halfweg de 17e eeuw, wou hij vier paviljoenen. Zitten hier een van de vier paviljoenen, ja. Een erekoer en het was nog niet genoeg. Er moest nog een heuse kaarsrechte dreef bij, zodat hij naar de kerk kon gaan kijken of zijn personeel ook naar de kerk kon, eigenlijk rechtstreeks op een kasteeldreef. Een kasteeldreef. Zeg, en die dreef, ik heb me laten vertellen dat dat voor die baron soms een privéweg was, klopt dat? Ja, klopt. Echt waar? De dreef was eigenlijk afgesloten met twee barelen en enkel de kasteelbewoners mochten, als ze naar de kerk gingen, de kasteeldreef betreden. En de inwoners van de gemeente die mochten dan langs een kleine landweg daarnaast passeren om ook dan naar het dorpskern te gaan. Maar dit is een plek die bij elke Laarnaar wel echt bekend is. Het is een soort van landmark hier in de gemeente dan. Ja, ik denk dat we daar ook trots en fier op mogen zijn. Heeft ooit een van de grootste zilvercollecties hier ook gestaan. En ook idyllisch voor onze jongeren en de jeugd ook nog een kasteel dat eigenlijk ook mooi is en in zijn unieke staat er nog staat. Als er nog Instagram-prinsesjes zijn, kom naar hier, kom naar Laarne. Er is een prachtige château die op jou wacht uiteraard. Hè. Dat kunnen ze hier ook doen. Wie was die baron? Van Vilsteren? Baron van Vilsteren heeft eigenlijk 17e eeuw leven in eigenlijk. Man die het groot zag, man die een visie had en die wel ook een beetje wou uitbreiden en bouwen. Ik denk dat hij ook zijn stempel wou drukken op de gemeente. Had ook wel een sterke vrouw achter zich die de KMO of het kasteel mocht runnen. Hè, met al die mensen die daar moesten in werken. Ja. En hij heeft eigenlijk de ontwikkeling naar de dorpskern gedaan waar we nu nog mogen van genieten en kunnen van genieten vooral. Zeg, en Andy, waarom vind jij dit zo'n bijzondere plek dan? Schitterend, romantisch om hier te vertoeven. Maar ik moet eerlijk zeggen, kom hier ook wel te weinig. Ik denk dat we het kasteel nog veel meer moeten openzetten, dat ik ook meer iets naar hier kan komen. Mm-hmm. We doen er al heel wat aan met de schitterende dreef, kunst dat we daar proberen aan koppelen. En cirkel is rond. Cirkel is rond. Laat je romantische ziel dan maar even spreken. We gaan eens kijken. Andy, dit ken ik, hè? Dat is Oceane, hè? Met het atomium zelfs. Daar heb ik nog zomerliefdes proberen te versieren. Maar ja. Vertel eens, dit is een van de tentoonstellingen. Ja, beeld uit de openluchttentoonstelling van Alexander Dumaret. 30 beelden over Europese en Belgische openluchtzwembaden. Actueel thema ook met de klimaatopwarming. Ja. Hoe kom je er eigenlijk bij om gesloten zwembaden te gaan fotograferen? Ja, een beetje DNA. Vroeger ging iedereen voor vakanties naar de openluchtzwembaden gaan vertoeven. Tof. En nu leggen we meer en meer zwembaden in onze achtertuin. Wat is goed en ook wat je kunt genieten of niet genieten van hoe de natuur de verlaten zwembaden terug overneemt. Zotjes eigenlijk. Wat een prachtig beeld. Ja. Gaan we nog even verder? Dat is het. De nieuwe aanwinst. Mooie schitterende vrouw van Georges Graar, nooit ergens vertoond in het beeld. Voor mensen die Georges Graar niet kennen, kennen ze misschien allemaal van de dikke Mathilde uit Oostende. Ja, ja, ja. Maar hier is zeker en vast geen dikke Mathilde. Nee. Is het een bekende Larenaar toevallig?
Denk het niet. Of we moeten op zoek gaan naar de gelijkenis. Maar Georges Graar staat wel bekend omwille van zijn afbeelding van naakte vrouwen. Hè? Ja, soms vind je de job van je leven, denk ik dan. Goed gevonden. Welkom terug, Kasteel van Laarne. Een van de best bewaarde kastelen die ons landje rijk is. En ik heb een afspraak met een jonkvrouw. Ik hoop dat ze haar een kuisheidsgordel aan heeft. O, edele jonkvrouw, waar bent u? Rapunzel! Aha! O, jonkvrouw. Hallo, welkom. Dank je wel, Veronique. Dan. Helemaal. Hey. Hallo, ja. Het is, laat ik eerlijk zijn, het is echt een grote verrassing, dit kasteel. Mm-hmm. Want ik had me niet verwacht aan zo'n... Het is bijna Neuschwanstein, met de torentjes en de piekjes. Mm-hmm. En zelfs, is dat nu een vergeetput? Nee, dat is een gewone waterput. Ah ja, oké. Okay. Mm-hmm. Maar dat is wel een schandpaal. Dat is een schandpaal, inderdaad. Maar die stond niet oorspronkelijk hier, die stond in het dorp natuurlijk. Want als hier aan de schandpaal stond, was er niemand die kwam. Hè? Ah ja, oké. Okay, maar leg me eens uit, volgens jou is het een van de meest authentieke kastellen die we hebben. Waarom? Ja, absoluut. Als je kijkt naar die middeleeuwse torens, middeleeuwse poortgebouw, dat is nog echt uit de middeleeuwen. Die zijn hier gebouwd in 1300 en die staan hier nu nog net zo. Het Gravensteen in Gent, dat is iets totaal anders bijvoorbeeld. Hè. Dat is gewoon herbouwd in de 19e eeuw, dat is nep. Hè. Hier is het allemaal echt, echt authentiek. De mensen van Gent zullen het graag horen, denk ik. Ja, kijk, het spijt me, maar het is nu eenmaal zo. Hè. De feiten zijn de feiten. Oké, dus we hebben hier authentieke elementen. Bovendien kan je ook wel zien... Daar hebben we dus een andere steen. Dan heb je plots baksteen ernaast. Dan heb je weer andere steen. Dus het is over de eeuwen heen is er wat bijgebouwd. Ja, eigenlijk van de stijlen kun je aflezen uit welke periode ze dateren. Dus het kasteel is eigenlijk organisch gegroeid. Hè. Eerste delen uit de middeleeuwen. Dan een beetje later een stukje bijgebouwd. Enzovoort, enzovoort. Tot in 1670 ongeveer. Dan heeft het kasteel zijn huidige vorm gekregen. Zijn huidige uitzicht. Is ook de erecour aangelegd vooraan. Met de vier paviljoenen, de drie. Kaarsrecht naar de kerk. Is allemaal uit de 17e eeuw. En we hadden toen heel veel geluk, hè, want het was een Nederlander die het kasteel gekocht heeft. En Nederlanders, je weet, die zijn heel gierig. Dus die breken niets af, die gebruiken gewoon alles wat er staat. Ja. En ze bouwen een beetje bij. En dat heeft ook het kasteel gered natuurlijk. Ja. Zo is het heel authentiek gebleven. Het is ongelooflijk hoe je een compliment kan geven door toch te zeggen dat Nederlanders gierig zijn. Ja. Schitterend gedaan. Ik ben hier binnengekomen via de ophaalbrug, of tenminste wat het moet geweest zijn. Ik zie hier schietgaten, kantelen. Is het ooit belegerd, dit kasteel? Er is hier van alles gebeurd. Hè? Dus in de middeleeuwen had de graaf van Vlaanderen het recht om hier een garnizoen te hebben. Dat was een beetje een voorpost ter verdediging van Gent, uiteraard. Ook in de tijd van Lodewijk XIV is er hier van alles gebeurd. Toen hebben we geluk gehad. Het kasteel is blijven staan, want er moest toch een plek zijn waar hij eventueel zou kunnen overnachten. Maar echt platgebrand tot op de grond, zoals bij veel kastelen, of helemaal geplunderd, is hier nooit gebeurd. Nee. En dat is natuurlijk ook de reden waarom het zo authentiek gebleven is. De redding, dat is prachtig. We zullen eventjes naar binnen gaan. Is dat goed? Ik had wel verwacht dat jij zo je prinses hier kan aan. Nee, ja. Het is echt wel in een betere staat dan ik verwachtte. Ja. Dus het lijkt wel nog bewoond in feite. Dat is de bedoeling, dat het er zo uitziet. Het is ook volledig gerestaureerd, wordt piekfijn onderhouden. Ja. Maar we hebben hier ook een hele historie van heksen. Oké. Okay. Ja, en het is geen sprookje of zo, hè, of een verhaaltje. Hier zijn in de vroege 17e eeuw 6 mensen gearresteerd op verdenking van hekserij. 5 vrouwen, 1 man. Die zijn hier voor de rechtbank gebracht, zijn hier opgesloten, zijn hier gefolterd. En uiteindelijk zijn er ook 4
veroordeeld en op de brandstapel terechtgekomen. Wow. Dat is eigenlijk een vreselijk verhaal natuurlijk. En we hebben daar rond een movie guide gemaakt. Dat is een tablet waarop een film draait. En die fungeert nu als gids voor de bezoeker aan het kasteel, waardoor ze het hele verhaal leren, ondertussen het kasteel verkennen en van alles te weten te komen. Wallace, dat is mooi gemaakt, jullie videoguide. Ja, precies een boek. Hè? En gewoon op de knop duwen. Pastoor Schatteman gaat u rondleiden. Let op, er kan van alles achter elke hoek schuilen. Toch geen heksen zeker? Ja, absoluut. Oei. Dat is ambetant, want ik heb al genoeg heksen in mijn leven. Maar goed, ik ga eventjes naar de rondleiding. Veel plezier. Entrez, Revérend-père, entrez. Zo klonk het altijd wanneer ik hier op het kasteel werd ontboden. Kasteelheer Charles van Zuylen. Heer van Laarne, seigneur, jonkheer, Charles van Zuylen-Derpe, alias de Schoutheten. Mijn voorganger was zo goed als ongeletterd en hij brouwde toverdrankjes. Dat er ondertussen heel veel over deze kamers is verteld tijdens die videoguide, dat is wel duidelijk. En de grote kers op de taart, dat moet hier wel zijn. Dat is de dungeon. Dit is de plek waar het proces heeft plaatsgevonden om die vier zogenaamde heksen dan uiteindelijk terecht te stellen. De brandstapel op, zeiden ze. Het moet een verschrikkelijke dood zijn, zoiets. Opgepast, dit is niet voor gevoelige zielen. De werkelijkheid verschilt gruwelijk van de fictie. Er is suspicie van gruwelijke en abominabele facten. En het zal volkomen blijken, zowel uit uw eigen confessie onder tortuur als na die geratificeerd. Ik wist niet dat ze zelfs echte exemplaren zouden hebben, mevrouw de heks. Goedemiddag. Goedemiddag. Bekruipt u zo mannen altijd langs achter eigenlijk? Dat is wel gevaarlijk. Wat dacht je? Ik hoop van niet. Ik hoop van niet. Met wie heb ik hier de eer? Ik ben de opperheks van de Heksengilde van Laarne. Die ken ik niet. Die leert je nu kennen. Ja, vertel. Wij zijn een gilde. En een gilde, dat komt omdat wij een geschiedenis achter ons staan hebben. Uh-huh. Want de laatste heksen zijn in 1607 verbrand. Ja, maar als die verbrand zijn geweest, doen jullie ook nog hetzelfde als activiteit? Want die heksen die werden verketterd, omdat ze hekserij betrachten. Ja. Maar ik neem aan dat dat gewoon mensen waren die veel kenden van medicijnen en dat soort van dingen. Er zijn in onze groep, in onze gilde, zijn er vrouwen die veel weten van kruiden, die zeer spiritueel zijn, maar dat is persoonlijk. Iedereen gebruikt dat voor zichzelf of geeft door. Maar wij gaan dat niet naar vreemden doen. Mm-hmm. Oké. Okay. Misschien toch nog eventjes. Ik als man, kan ik ook toetreden tot jullie heksengilde? Zeker kan jij heks worden. Maar bij ons, spijtig genoeg, zijn het enkel vrouwen. Oh, ja. Om in het kippenhok de stilte te bewaren. Oké, okay, laatste vraagje. Misschien dan toch nog mevrouw de heks. Mevrouw de opperheks. Oh lala, wat is dit? Mevrouw de opperheks, inderdaad. Ik wil u bedanken voor dit gesprek. Ik ga de trap nemen naar beneden. Hoe dat jij beneden geraakt, dat kan ik al raden. Bedankt voor het gesprek. Voorzichtig stappen. Ik zal voorzichtig stappen, ja, dat is goed. Als je wil ervaren hoe totale rust voelt, compleet zen, terug naar het groen, weidse landschappen, prachtige fauna en flora, dan moet je naar de Kalkense Meerse komen. Dat is eigenlijk wel waar, Roos. Dat is eigenlijk wel waar, dat klopt. Waarvoor staat dat eigenlijk, de Kalkense Meerse? Want ik ken dat van naam, maar ik ben blij dat ik er nu voor het eerst eens kom eigenlijk. Je vindt hier uitgestrekte grasweiden. Je vindt sloten, beekjes, de weidse stilte, want ook de Kalkense Meerse is ook een stiltegebied. Ja. Nu, ik ken de Kalkense Meerse natuurlijk als begrip, maar het is de eerste keer dat ik er kom. Kan je me eens uitleggen, waarvoor staat die naam in feite? Meersen zijn eigenlijk weilanden die onder water komen te staan. Waarom de Kalkense Meerse? Omdat het natuurpark hier vooral gelegen is op het grondgebied van deze gemeente. Uh-huh. En ook kalken betekent letterlijk nederzetting aan de rand van de meander van de Oude Schelde.
echt specifiek voor de Oude Schelde. Dus een kalken kan niet bijvoorbeeld aan de leien liggen of zo? Nee, dat kan niet. Wauw. Omdat hier ook overblijfselen gevonden zijn, silexfragmenten en zo, dat er dus wel een bewoning was, jaren terug, op die plaatsen. Vandaar. De Schelde, jong. Het is eigenlijk toch ongelooflijk hoeveel de Schelde ons gegeven heeft. Hè? Zeker weten. De Schelde was eigenlijk een zwierige slingerende rivier naar de zee, maar is een stuk ingedamd geworden om die vaarbochten weg te krijgen en de baan korter te maken, zodat de schepen makkelijker konden varen. Mm-hmm. Wat heel belangrijk was in de 16e eeuw is het uitgraven van de vaart waar we nu aanstaan. Mm-hmm. De verbinding tussen Kalken en de Schelde eigenlijk. Want toen werden goederen verhandeld met Gent, onder andere witte tarmen. Mm-hmm. Tarwe, honing, diverse producten. Wat wij daarvoor terugkregen, dat waren minder geurige producten van de stad. Maar die werd dan gebruikt als meststof. Ah ja, ja. Ja. Dus de kaka eigenlijk kregen we terug. Ja, de aal, want er waren ook aalputten. Ah, ja. Aan het begin van de vaart werd dat aangeleverd. Ah, dat is wel een bijzondere ruildeal in feite. Ja. Geef mij uw tarwe en ik zal u mijn kaka geven eigenlijk. Ja, klopt. Speciale mensen van Kalken hoor, dat die daarmee akkoord gaan. Een brug over die Kalkense vaart. Heel belangrijk, want dan weet je dat je tenminste niet helemaal rond moet. Hè? Ja, dat klopt. Het is de Roerdombrug. Waarom is die zo genoemd? Omdat hier roerdompen leven. Ja. Dat zijn reigerachtige vogels. Mm-hmm. De kleur aannemen van het riet. Vandaar dat ze zich ook kunnen verschalken. Ah. Leven bij. Awesome. Zeg, en, ik ben duidelijk niet de enige die hier gestrand is. Hè? Kijk eens aan. Het is eigenlijk ontstaan vorig jaar door corona. Want mensen mochten niet weg, kinderen konden niet weg, met de auto mocht u niet verplaatsen hè, met de lockdown. Mm-hmm. En heeft dienst, jeugd en vrije tijd het idee gehad om hier een kalken strand te ontwerpen. En kinderen kunnen hier zandkastelen bouwen, petanken spelen, tennissen, badmintons, kunnen van alles doen. Mm. Alles is voorzien in de tuin, in de hokjes die daar staan. Ja. Ze hoeven niks mee te brengen, alleen een bad aan toe. En een goed humeur. En een goed humeur. Voilà, maar je hebt ook van alles meegebracht, Roos. Ja, dat Wat is klopt. Dit, man? Ik zie hier bijvoorbeeld het heksenbier of zo. Ja, dat is het streekbiertje voor het deelgemeente Kalken, een Unkerzak. Ja. Het heksenbiertje dat u daarnet vast had, is een streekbiertje voor Laarne. En dan hebben we een wijngoed in onze gemeente, Fortune, die een paar jaar terug wijnranken hebben aangeplant en sinds een paar jaar dus ook hun oogst hebben. Ik ga jou laten kiezen. Gaan we voor dit hier een rosé of voor een witte? Voor mij mag het rozeetje zijn. Een rozeetje? Ah, wel, het is goed. Wat is dit nog eigenlijk? We hebben ook nog een heksengebakje, typisch ook gefabriceerd in de deelgemeente Laarne. Roosje, ik ga klinken op jouw gezondheid. Gezondheid. En op deze prille vriendschap. Misschien bloeit er iets moois. Je weet nooit. Wie weet. En voor u, beste kijker, je ziet het. Je moet niet naar de kust of naar de Ardennen om te kunnen genieten. In één vingerknip zit je hier gewoon in de Provence. Nog meer suggesties, die vind je in onze agenda. De Kalkense Meerse, niet langer gewoon een begrip voor mij. Nu heb ik het zelf mogen ervaren. Zeker de moeite, kom het zelf ontdekken. Je hebt hier wat verder trouwens de Oude Schelde. Dat is een zijarm van de echte Schelde. En volgende week ontdek ik die echte Schelde. Want dan ga ik naar de haven van Antwerpen. En dan ga ik eigenlijk op ontdekking door de andere kant van de haven van Antwerpen. En ik geef het u nu al op een bladje. Het wordt absoluut de moeite. Tot de volgende. Tot op stap.